Honden worden algemeen onze beste vrienden genoemd en worden geprezen omdat ze onze trouwste metgezellen zijn. We houden van ze en zorgen voor ze en in ruil daarvoor behandelen ze ons met loyaliteit en genegenheid. Hier zijn 14 trouwe honden die het leven van mensen redden. De ongelofelijke held aan het eind zal je zeker verbazen. Amazing! Woehoe! 14. Hond redt meisje van val in water. Vandaag de dag kan het spannend en beangstigend zijn om je kind alleen buiten te laten spelen. Het is normaal dat je je kind de hele tijd in de gaten wilt houden. Gelukkig hebben de ouders van dit kleine meisje wat extra hulp van een serieus beschermer. Een Duitse herder die zeer toegewijd lijkt te zijn aan zijn werk. Niet alleen is hij energiek en opgewonden, deze zeer ervaren lijfwacht houdt zijn meisje met de grootste toewijding en zorg in de gaten. Zijn kleine meisje probeert een bal uit het water te halen, maar hij is voortdurend alert en voelt het gevaar aan. Hij trekt aan de jurk van het meisje en trekt haar terug naar de oever, zodat ze niet in het water valt. Dan springt hij in het water om de bal voor haar terug te halen. Wat een brave jongen. 13. Hond redt baby van vredeoppas. Een koppel uit South Carolina vernam verontrustend nieuws dankzij hun trouwe hond Killian. Ze hadden een 7 maanden oude jongen die thuis bleef met een oppas terwijl zij naar hun werk gingen. De oppas werkte er pas 5 maanden. Na een tijdje veranderde de houding van Killian tegenover de oppas plotseling ingrijpend. Hij gromde en snauwde naar haar en probeerde haar soms te beletten in de buurt van de baby te komen. Dat gaf de ouders te kennen dat er iets mis was, dus plaatsten ze een recorder in het huis als ze weggingen. Hierdoor kwamen ze te weten dat ze hun baby mishandelden. Ze werd gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd en mag niet meer met kinderen werken. Bedankt Killian. 12. Hond behoede mensen voor slangenbeet. Het leek een doodgewone dag te zijn. Joshua Chavez en Jenna Castello waren aan het wandelen in het bos met een 6 maanden oude pup, Guinness genaamd. Dan hoort Jenna een ratelend geluid vlak bij hun voeten. Ze wist niet wat het vreemde geluid was, maar Guinness merkte het gevaar dat dreigde en reageerde onmiddellijk. Vlak voordat de dodelijke ratelslang bij Jenna kon komen, had Guinness zich al als een beschermend schild tussen de twee geplaatst. De heldhaftige hond werd 2 keer gebeten. Joshua pakte de hond toen onmiddellijk op en droeg hem 25 minuten terug naar de auto. Het was het minste wat hij voor deze onzelfzuchtige hond kon doen. Gelukkig bereikte ze op tijd de dierenarts, waar Guinness meteen antigif kreeg toegediend. 11. Hond redt kind met diabetes. Hier is de 7-jarige Luke met zijn fantastische beste vriend Jedi. Toen Luke net 2 jaar oud was, werd bij hem diabetes type 1 vastgesteld. Zijn ouders namen de beslissing een hond voor hem te nemen die getraind zou zijn om hem te waarschuwen bij eventuele gezondheidsproblemen. Ze kozen Jedi die getraind was om de chemische veranderingen in het lichaam van Luke te ruiken. Op een nacht werd Luke, zoals gewoonlijk, in bed gelegd. Een paar minuten later merkten zijn ouders dat Jedi zich anders begon te gedragen. Hij was zelfs op het bed aan het springen. Er was iets grondig mis en Jedi probeerde hun aandacht te trekken. De bloedsuikerspiegel van Luke was te laag. Dankzij het optreden van Jedi konden zijn ouders al het nodige doen om zijn bloedsuikergehalte weer op peil te krijgen. 10. Hond redt man van verdrinking. Sommige honden zijn uitstekende zwemmers, maar wist je dat ze ook een prima redder zijn? In deze video merkt een hond dat een man moeite heeft om in een rivier te blijven drijven. Hij komt snel in actie en rent naar een veilige plek waar het water in kan. Hij duikt zo behendig als een Olympisch zwemmer het water in en zwemt zo snel als hij kan naar de man toe. Dan trekt hij de man veilig terug naar de kant. We hopen dat hij veel snoepjes kreeg omdat hij zich zo heldhaftig gedroeg. Brave jongen! 9. Hond redt grootmoeder. Sandy is een reddingshond en de perfecte hond voor de 88-jarige Gwendola Johnson. Behalve dat hij schattig en uiterst charmant is, is hij ook behoorlijk alert en intelligent. Op een dag viel Gwendola neer en kon niet meer opstaan. Ze was gewond en hulpeloos. Gelukkig was Sandy, nooit van de zijde van zijn baasje week, in de buurt en bedacht een manier om haar te helpen. Het hondje zag een man in de buurt lopen en ging hem halen. De man, Kirk White, volgde Sandy naar Gwendola. Hij was in staat haar overeind te helpen en zich ervan te vergewissen dat ze in orde was. Dit zou onmogelijk geweest zijn zonder de hulp van Sandy. 8. Hond redt het huis van zijn baasje. Op 4 april 2010, ergens in Alaska, was Ben Heinrichs op zijn gemak aan zijn vrachtwagen aan het werken toen een nabijgelegen plas benzine door een vonk in brand vloog. Dit vuur verspreidde zich en trof zijn werkplaats volledig. Ook zijn huis stond op het punt tot puin herleid te worden. Hij belde de brandweerlieden die verdwaald raakten omdat hun GPS niet meer werkte. Toen verscheen Buddy, de Duitse herder, en gebaarde dat ze hem moest volgen. Dankzij Buddy konden de brandweermannen ter plaatse komen voor er grote schade aan het huis was aangericht. Ben heeft gezegd dat Buddy een zeer trouwe metgezel is die zelfs beren wegjoeg terwijl hij aan het vissen was. 7. Honden redden baasje die een beroerte krijgt.
Op een rustige dag in december in St. Augustine, Florida, besefte de 62-jarige Maureen Hatcher hoe gelukkig ze was dat ze het baasje was van twee prachtige Labrador Retrievers, Bella en Sadie. Die dag kreeg ze een beroerte en viel neer. Er was niemand anders thuis om haar te helpen. Bella en Sadie renden naar het huis van de buurvrouw om te proberen haar te waarschuwen. De buurvrouw volgde de honden naar het huis van Maureen en zag wat er gebeurd was. Ze belde onmiddellijk 112 en slaagde erin hulp voor Maureen te halen. Dankzij deze twee geweldige meisjes kon Maureen ernstige hersenbeschadiging als gevolg van de beroerte voorkomen. Ze had de honden niet eens getraind, ze zei alleen dat ze hulp moesten zoeken. Dat is nu echte loyaliteit. 6. Hond die waarschuwt bij epileptische aanvallen. Sommige hulphonden worden getraind om te reageren op epileptische aanvallen. Dit is Austin, een student in het vijfde jaar die soms last heeft van epileptische aanvallen. Het is moeilijk voor hem geweest, maar zijn hulphond, een Duitse herder die Nico heet, heeft het een stuk gemakkelijker gemaakt. Hij volgt Austin overal en men kan ze samen veel plezier zien maken. Telkens als Austin een aanval heeft, komt Nico dicht bij hem staan en helpt hem te voorkomen dat hij valt. Aan zijn halsband zit een magnetisch apparaatje dat zijn VNS-implantaat in werking stelt om een impuls naar de hersenen van Austin te sturen, waardoor de epileptische aanval onderdrukt wordt. Dankzij Nico hoeft de moeder van Austin zich niet meer zoveel zorgen te maken over haar zoon. Nico heeft een hoop gegeven. 5. Hond redt gezin van eland. Oudere honden kunnen net zo verbluffend zijn en dit werd bewezen door Chelsea, een 9 jaar oude Golden Retriever. Chelsea ging met haar gezin kamperen in Colorado. Ze besloten een wandeling te maken. Chelsea ging vrolijk met hen mee. Onderweg spotten ze een eland en twee kalfjes die hen waarschijnlijk als een bedreiging zagen. Het dier stormde eerst op Jeremiah af en ging daarna op de vrouwen en kinderen af. Toen stapte Chelsea in en streed dapper. Het gevecht was moeilijk om naar te kijken, want even leek het alsof de eland de overwinning binnenhaalde, maar uiteindelijk gaf ze het op en liep weg. Chelsea werd met spoed naar de dierenarts gebracht en iedereen was opgelucht toen ze ontdekte dat ze slechts lichte verwondingen had opgelopen. 4. Hond redt man van Everzwijn. Deze video speelt zich af in een bebost gebied in Duitsland. Een heldhaftige hond met de naam Dolke is de metgezel van zijn baasje, terwijl hij gewonde dieren vindt en redt. Dolke was al op honderden missies geweest, maar deze zou uniek zijn. Terwijl zijn baasje door het bos draaft, valt een wild zwijn hem aan en gaat recht op zijn benen af. Het zwijn ramt de man omver. Dolk moet denken, je hebt de verkeerde aangevallen, en springt zonder aarzelen op het enorme zwijn af om zijn baasje te redden. Met de hulp van de hond is de man in staat het zwijn te bedwingen en te overmeesteren. 3. Hond redt man van dakloosheid. Deze hond redde het leven van zijn baasje op een heel andere manier. Robert adopteerde deze zwervende pitbull Meaty en de twee werden al snel een onafscheidelijk paar. Een paar maanden later nam het lot een andere wending en Robert kon nergens meer wonen. Een tijd lang sliep hij in zijn auto omdat hij geen dakloze opvang kon vinden die honden accepteerden. Na een tijdje werd het erg moeilijk om aan een goede voeding voor hemzelf en zijn metgezel te komen. Als gevolg daarvan ging Robert terug naar het asiel om te vragen of zijn pleeggezin voor Meaty konden vinden. Ze uploaden zijn verhaal online en hij ontving vele donaties van vriendelijke mensen die vonden dat het paar niet uit elkaar mocht worden gehaald. Een vrouw schonk zelfs haar huis en stond hen toe daar te wonen tot Robert weer op eigen benen kon staan. Nu leiden ze een heel comfortabel leven en ze hebben nog geen dag gescheiden moeten leven. 2. Hond schiet de hulp. Hier zie je een meisje en haar vader oefenen wat ze moeten doen als er een vreemdeling nadert. Het meisje zit in haar tuin als ze door de man benaderd wordt. Hij probeert haar over te halen met hem mee te gaan, maar het meisje is vastbesloten dat hij een onbekende is. Ze zegt hem hun erf te verlaten, maar hij wil niet naar haar luisteren. Al die tijd worden ze in de gaten gehouden door de trouwe hond van het meisje, die op de veranda zit. Als de man dichterbij komt, geeft ze het commando aan haar hond, die haar dan te hulp rent. Dus springt de man, die beschermende kleding draagt en geeft hem een flinke beet in zijn arm en is niet bereid die los te laten. Het moet fijn zijn te weten dat je huisdier je op deze manier bijstaat. Maar het is niet alleen deze hond die weet hoe hij zijn baasje moet beschermen. Bekijk deze hond in actie. 1. Hond redt kind van ontvoering. Zoals je gemerkt hebt, kunnen honden getraind worden om de meest bijzondere dingen te doen. Behalve apporteren en rollenbollen, zou je nu wel doorhebben dat ze nog zoveel meer kunnen doen. Net als in het vorige filmpje werd deze hond in een gesimuleerde real-life situatie gebracht om te zien hoe goed hij getraind was. Laten we eens kijken hoe hij reageert op een werkelijke bedreiging. In de video zet de moeder haar peuter voorzichtig naast twee kinderen. Natuurlijk loopt hij weg om iets te verkennen en een onguur mannetje verschijnt en probeert hem mee te nemen. Zijn vierpotige metgezel schiet hem snel te hulp en gooit de boze kidnapper op de grond. Nog steeds niet overtuigd om een hond te nemen? Welke van deze trouwe honden was je favoriete held? Laat het me weten in de comments.